Nou, toch weer een lijfje van mij. Omdat ik hem toch een noodzaak voelt om eruit te gooien. Jullie weten, ik heb een vrij activistisch verleden. En eigenlijk had ik besloten om de handdoek in de ring te gooien. Maar dat is best wel lastig, moet ik toegeven. Toch een lijfje. Want we hebben natuurlijk dat apenpokken ding, variant, virus. We hebben weer wat nieuws. We hebben weer ellende, jongens. Alleen ik vrees toch dat ons medemens, de twijfelaars, nu wel overstag gaan. Waarom? We zitten toch in een wereldje waar uiterlijk heel erg belangrijk is. En ik vermoed dat er heel veel mensen de eigen nu wel gaan laten vaccineren. Als ze gaan vaccineren, ze zijn ons ergens op aan het voorbereiden. Dat in ieder geval wel. Nou, jullie kennen mij normaal gesproken, wist ik van de hoed en de rand. En dan kon ik jullie alles voorkouwen. Nou, ik had dus altijd een demonstratieagenda. Ook deze heb ik niet meer voor jullie. Ik weet wel dat er morgen een demonstratie is op het Malieveld. Dit in verband met die kinderroof. En er is zondag Delfshout, dat is eigenlijk ook wel regio Haaglanden een beetje, is er blijkbaar een of andere gezellige barbecue. Wilde ik jullie wel even meedelen. Nou, gisteren natuurlijk urenlang het debat gevolgd over de gewiste sms'jes. Ik vind als jij minister-president bent, dat je met je tijd mee moet gaan. Dat je gewoon een hypermodern mobieltje moet hebben. En jij weet, als je al 10 jaar lang dit land naar de kloten aan het helpen bent, dat jij deze berichtjes niet mag wissen. Dat horen sms'jes te zijn die met Kamerleden besproken kunnen worden en die jij dan niet gaat verstoppen. Ik hoop dus daadwerkelijk dat die metadata wel degelijk boven water komt. Die zit me vrij dwars. Ik heb dan ook gezegd van, ja, dan verdwijn ik. Ja, welke functie staat er voor jou klaar, Markje Rutte? We weten nu ook wel dat we met een elite te maken hebben die jou bestuurt. Maar jullie weten, ik heb een redactie tot mijn beschikking. De helft daarvan die doen mij tot de dag van vandaag nog steeds doodspammen met 40, 50, 60 wereldwijde berichtjes. En er komt heus wel licht aan het eind van die tunnel. Want er valt op dit moment zoveel. Dus mocht jij in dat dipje zitten, ik ga niet zeggen dat dat morgen over is, want dat is gewoon niet waar. Maar er is licht aan die eind van die tunnel. Lieve mensen, hou dat gewoon vast. Het komt goed. Wilde ik jullie even meegeven. Ja, er gaat eigenlijk heel veel door mijn hoofdje. Maar ik dacht, joh, doe eens gek. Vertel gewoon even wat er dit weekend in Den Haag staat te gebeuren. Of regio Haaglanden. Waarom? Stel nou dat daar wel een mega opkomst is bij die gezellige barbecuetjes en of die demonstratie van die verdwenen kinderen. Weet je, neem zelf het initiatief. Trek hem door, ga naar die parlementsgebouwen. Gooi al je livestreams open met de mensen die er staan. En roep op tot die mega massa. Die hebben we nodig. Jawel, ik val in herhaling, maar blijkbaar is dat gewoon belangrijk. En wie weet krijg ik de kolder in de kop. Dan ga ik gewoon al mijn schriempjes die ik ooit uitgesproken heb, van A tot Z, ga ik herhalen. Van de kabal tot de wc-rollen. Want blijkbaar is het nodig. Dus ja, en met mij gaat het ook steeds beter. En dan kan ik het toch niet laten, weet je. Ik ben in mijn hart en in manieren, of hoe je dat ook noemt, ben ik mama. En ik maak me gewoon druk om mijn nageslacht. Jullie ook toch? Dus wie weet. Tot volgende.